Yo allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van Parenpaar TV. Yves en ik hebben net les gehad en het ging echt mega goed. Yves zweet helemaal, maar het is wel goed, want Yves had best wel lang een beetje in een dikke grasbuik. En ja, we willen heel graag meedoen aan de Noord-Hollandse kampioenschappen deze zomer. Dus we gaan echt heel veel trainen. Oh, krijg je kusjes, Yves? Yves is altijd zo lief. Weet je, als je George eens vrijgeeft en dat hij niet hoeft te rijden, is hij vet blij. Hij wil het liefst alleen maar op de wei staan. En Yves is nooit blij als ze vrij heeft. Ja, hè? Ja, de wei vind je wel leuk. De paddock vind je wel leuk. Maar het liefst wil je gewoon heel het borstelen en lekker rijden. Oké, ik ga deze video heel veel leuke dingen doen. Wil je weten wat? Blijf kijken. Wij gaan namelijk in deze video een beetje onze avondroutine filmen. Ik moet zo meteen nog eventjes weg. Ik ga nu even lekker Yves douchen en afzadelen. Maar ik kom dan terug en dan ga ik samen met Gino even lekker 's avonds hier zijn. En jullie laten zien wat we 's avonds gaan doen. We gaan 's avonds de paarden nog voeren om 10 uur. En ja, Yves, oh, moet je echt douchen. Kijk, hij heeft super veel zweet. Oh, Yves, als je Yves een kus geeft, geeft hij altijd een kusje terug. Hey, oh, dat is de camera. Ik ben even lekker aan je zadel aan het knuffelen. Oh kijk, ik had hem geschoren, maar hij krijgt dan weer een beetje haar. De zomervacht, dit is eigenlijk Yves' echte kleur. De zomervacht komt er weer aan. Kijk, met deze boots hebben we net gereden. Die zijn super goed en heel sterk. Dus dat is heel goed voor de voetjes en de beentjes. De zadel ligt daar, het dekje ligt al op zijn oude plek. Yves, ga je mee om te douchen? Yves haat douchen, George vindt het lekker. Even lekker eten, Yves. Ja, meestal gaat Yves als eerst rollen, maar ze gaat nu meteen eten. Yves. Eet smakelijk. Tot vanavond. Tot vanavond. Eet smakelijk. De Seppelwoord zitten erop en het was echt ontzettend gaaf om te doen. Het was zo spannend en het was heel tof met alle winnaars en alle prijzen die we hebben uitgereikt. En het is ook zo gaaf dat je de mooiste kleding aan mag, haar, make-up, lekker patat eten natuurlijk. En het samen presenteren met Klaas is mega vet, want hij is een van mijn aardigste collega's. Dus we kijken altijd heel het jaar uit naar de Sepp Awards. En zoals jullie zien ben ik nu op stal. Wacht, ik ga even de camera draaien. De Sepp Awards duurde tot 8:30 en het is nu 10 uur. En ik ben met Gino! Hello. Maar op de Instagram van Gino.hagen, kijk, ik laat het hier even zien, zie je dat ik aan het galopperen was. Want het is zo lekker. Nadat je gewerkt hebt, nog heel veel lekker bij de paard zijn. En Gino, wij lopen heel vaak 's avonds een rondje. Ja, echt vaak. De laatste tijd echt vaak. Ja, ja, jij elke avond toch? Ik elke avond, sowieso. Gino die voert heel vaak, want onze paarden op stal krijgen altijd nog om ja, ongeveer tussen 9:30 en 10:30 hooi. Super lekker, want dan hebben ze heel nacht wat te eten. En Gino voert altijd de paarden van onze stal, maar meestal rond 9:30 gaat Gino altijd nog rondje lopen. En ik heb nu, zoals jullie al hoorden in deze vlog, een boshuisje in Bergen. En daar kunnen we heel vaak samen lopen. Kijk, en George vindt het heel gezellig met Zorro. Oh, wacht, dat zijn echte vrienden. Ja, dat zijn echt vrienden. Maar ik moet wel mijn teugels goed vasthouden, want anders gaat George achter Zorro aan. Hey, we kieën nu even een filmpje in. Gie, dat filmpje dat Zorro kei gek ging doen. Oh ja, oh mijn god. Want wat doet hij dan meestal? Dat is wel een beetje een gekkie. Als ik hem altijd de klopjes ga geven in galop, dan gaat hij altijd helemaal gek doen. En dan gaat hij helemaal bol en dan gaat hij lekker galopperen. Ja, vet lekker bij de avondronde. En ik zit nu even op George, want die kan soms een beetje gek doen met wandelen. Maar met Yves is het wel lekker makkelijk, want die kan... Ja... Die is altijd lekker rustig. En Yves en Zorro zijn altijd net broer en zus samen. Ja! Ze altijd samen met z'n tweeën naast elkaar lopen. Ja, kijk, ik kie nu wel even wat in. Dan zie je Zorro en Yves heel lief. En ik vind het echt broer en zus. Het lijkt echt of inderdaad Zorro het broertje is en Yves het zusje. Ze lijken ook heel erg op elkaar. Ja, en George vindt het sowieso met iedereen gezellig. Oké, George, we gaan nog even lopen. En dan nog even met Yves. En dan krijgen jullie lekker eten. Wat heb jij? Wat had jij ook al gegeten net? Ik had een tuna do. Oh, lekker stukje vlees. We zijn dus ook nog eventjes wat gaan eten net. Ik kwam ook super laat terug van de Seppelwoord. Maar we zijn even snel wat gaan eten. Maar we zitten nu helemaal vol met vet en frieten. Oh, jij hebt ook nog een toetje, toch? Ja, oh, de Zwitserse schuimblokken. Maar, dat is echt eerlijk, dat is onze favoriet. Ja, dat zijn dus van die schuimblokken. Die je kent van Sinterklaas. Allemaal suiker erop, maar ik vind het wel heel lekker om, als ik heel vergeten heb, nog te rijden. Maar jij niet? Nou ja, ik op zich ook wel, maar... Dan hoor je hem soms misselijk. Ik heb net ook een fotoshoot gehad, dus... Oh ja, wacht.
Kijk, de foto moeten jullie zien. Echt heel erg cool. Nee, het was echt cool. Maar ik had natuurlijk al een beetje gereden. En Oh, jij hebt ook gereden bij de foto. Ja, en hij heeft veel gedaan. Dus hij mag lekker even vandaag even chillen. Oh, sorry. Maar kijk hoe mooi Zorro's hoofd is. Dat is een mooie vachtje. Oh. Ga je lekker? Ik lig zo lekker. Lekker uitgeblust op George. Zou je in slaap kunnen vallen nu? Ik zou sowieso in slaap kunnen vallen. Maar niet op George. Alleen, ik ben dus bang dat George, als ik in slaap val, bij Lissy of Eve in de stal zit. Zo roept hij. Ik snap het niet. Oh, wat eng. Oh, hij loopt helemaal te knorren. Oh, kut, ik sta helemaal achter het ding. Oh, wat erg. Dat is leuk s'avonds. Dan kun je echt een beetje spelen. Ik geloof je. Ja, het is lekker rustig. Oh, mijn teugel. Oh nee, niet op Zorro. Je cap glinstert ook helemaal, hè, in het licht. Ja, dat is bizar. Ja, hoe meer glinst, hoe beter. Oké, kom, we gaan de paarden voeren. Yes. Oké, Gino. We hebben gewandeld. We zijn er klaar voor om de paardjes te voeren. Ja, we gaan de paarden voeren. Let op. Oké, je hoort dus allemaal heerlijke. Ze hebben honger. Oh, ze hebben honger. Oh. Ze zetten hier altijd manden klaar voor 's avonds, zodat we het snel erin kunnen gooien. Oké. Hoppakee. Hoppa. Oh ja, die is voor Louis, die kleine man die buiten. Oké. Wesley. Lekker. Yuma. Eet smakelijk. Welterusten. Lekker. En ik vind het dus super goed dat ze 's avonds zo laat nog een keer eten krijgen. Want het is nu dus al 11 uur 's avonds. Kijk. Lekker Yves. Welterust, ik kom zo nog wel even knuffelen. Oh, Lissy. Kayo, eet smakelijk. Kijk, hierdoor hebben de paarden dus de hele nacht wat te eten. Zorrootje. Kijk, Zorro. Vosje. Ja, jullie krijgen ook zo, jongens. Oh, het is echt ijskoud, Gino. Het is echt. Het vriest volgens mij gewoon nu. Irena, jij had ook wat lekkers. Oh, Pisto. Kijk, Pisto. Wil je lekker eten? Honger. Oh ja, deze is nieuw op stal. Johnny. Johnny is de overbuurman van George. Die zijn helemaal maten samen geworden. Kom even open. Krijg je twee bakken? Ja, deze. Oh, goed voor je. Krijg je ook kleine bakjes. Krijg je lekker veel. Eet smakelijk, Johnny. En dan krijgen we George. Oh, nee. Moet je deken nog even opdoen? Oeps. Nou, dat was een paar minuutjes maar. Een paar minuutjes. Nou, jij hebt het nooit snel koud. Lekker, hè? En weet je wat dus heel erg is? We gaan heel vaak daarna nog heel veel TikToks kijken en oefenen. En TikToks maken? We kunnen wel even TikToks maken nog. Ja, maar welke gaan we dan maken? Die ene die ik stuurde vanmiddag. Van Ja. Oké, die kunnen we. Ik kan hem in het slow-mo kan ik hem wel, maar niet zo snel. Ja, maar we moeten hem gewoon even een paar keer kijken. Dus. Oh ja, we moeten echt meer TikToks maken. Vet raar, hij heeft dus geschuurd of zo. Aan de muur. Maar het lijkt wel of hij gewoon vette jeuk heeft. Ja, kijk. Moeten we morgen even heel lang poetsen dan? Oh, vind je het zo lekker? Oh, maar die hele buik. Vind je het zo lekker? Oh. Ik wist niet dat je daar zo'n jeuk had, joh. Allemaal kleine haartjes vallen eruit. Het zit ook helemaal hier helemaal raar. Oh, ga je er vandoor? George heeft zijn deken op. Yves, wil jij nog een beetje je haar gekamd hebben? Zo. Hé, poppie. Ja, we gaan straks lekker eten. We gaan straks nog lekker koekjes eten. Ik ga nog wat voor je halen. Ja, je ziet echt mooi uit. Je hebt natuurlijk nog lekker onder het solarium gestaan vanmorgen. Lekker, hè? De hele nacht eten. Dus vind ik zo goed dat we 's avonds nog een keer eten krijgen. Ja. Oh, ik hoor George Hinneke. Ja. Lekker de hele tijd eten. Want paarden moeten natuurlijk 14 uur per dag kauwen. Dus het is heel belangrijk dat ze heel veel hooi krijgen.
Dat vind je ook, hè? Hey, Yves. En wat ik ook vaak 's avonds doe, is nog eventjes hun bed opmaken. Nog een beetje al het schone stro op waar ze slapen. Zo. Lekker bedje, Yves. Zo. Dat ze lekker op een zacht, dik bedje slapen. Dat is heel lekker volgens mij. Vind je het gezellig, Yves? Kijk, Yves slaapt altijd hier. Hier een beetje. Kijk, ik zal van de foto laten zien waar ze altijd ligt. Dat is dus hier. Dus ik maak het altijd 's avonds nog een keer lekker op. Dat ze heel dik ligt. Hè? Liefie. Hey, Sjors. Oh. Die is verliefd. Oké, we zijn dus nu bezig met die TikTok. Hij is best moeilijk. Oké, kom, we gaan hem een keer voordoen. Jullie kennen hem wel. Moet ik even het geluid zoeken? Nee, want dan krijg ik het gebeurd op YouTube. Dus wacht je het geluid. Oké, het is dus zeg maar zo. I want someone to love me. I need someone. En dan is heel snel. Oké. Maar het is heel moeilijk. Oké, dit is dus gewoon serieus. Bijna 11:30 s'nachts. En we zijn gewoon TikTok aan het opnemen in de bak. Ik heb ook gewoon het roze haar nog. Nou, is toch leuk? Geniaal. Later. Later. Sorry, mijn haar is helemaal in de war. Ik ga stuk. Dus ik borstel het even met jouw borstel, Yves. Ja, Yves, kijk echt, wat is dit? Yves. En weer? Ja. Ah. Zo. Het ziet er goed uit. Ja. Kom weer door. Onze TikTok is geslaagd, maar OMG. We hebben op stal allemaal beveiligingscamera's. En Gino, ik schaam me dood. Het is zo... Waar ben je? Weet je wat het was? Oh mijn god, Liz. Liz, die zat gewoon op de camera te kijken en die heeft ons zien dansen. Oh, we zijn gewoon gesnapt op de beveiligingscamera's met TikTok. Ik ga die video sturen. Oké, jongens, jullie moeten nu even kijken. Kijk, let op, je ziet ons gewoon dansen. Oké, kijk, hier in de paardenvriendin-app. Hier staan we dus te overleggen hoe we de TikTok gaan maken. Oh, wat erg. Maar besef dat iemand dit dus allemaal gezien heeft. Ja, waar gaat die dans? Ja, hier, ja! Ja, doe play. Oh, midden in de nacht. Oh, wat erg. Dat kan echt niet. Oh, nu! Oh, ik krijg geen aandacht van nu. Kijk hoe blij we zijn. Gaan we blij zijn? Ja, ik zeg klaar, we gaan stoppen. Klaar. Oh, wat erg. Hey Beertje. En we moesten Beertje buiten de bak doen, want we waren dus bang dat we erop gingen staan. Er stond bijna op Beer. Oh jongens, en ik heb inmiddels ook gewoon een jurkje weer aan. Maar, Je hebt ook nog even je haar gekamd. Oh ja, mijn haar gekamd met Yves' borstel. Kijk, en die camera is gewoon hier. En die neemt alles op. Hoort die roze te zijn? Ja, onze hele stal is beveiligd met camera's. Ga eventjes naar ons TikTok-kanaal, paardenpraat_Britt Dekker, dan zie je het eindresultaat. En Gino Hagen op TikTok, is dat jouw TikTok? Ja. Gino Hagen op TikTok, daar zie je dus dat we gewoon een beetje aan het feesten waren in de bak. Echt. Om 11:30. Echt om 11:30, oh my god. Oké, we gaan een paardenkusje geven, dan gaan we slapen. Ik slapen. Ja, jij moet morgenochtend hier alweer zijn om 8:00. 8:00, ja. Om de paarden weer te voeren. Welterusten jongens, welterusten Henny. Lezen ze morgen weer. Sjors erachter. Slaap lekker en eet smakelijk. Oké, licht uit. Yes. Ja. Alarm erop. Pik donker is het dan. Oh, snel het alarm erop. Ja, dit is echt de best beveiligde stal van Nederland. Dat vind ik wel veilig. Gewoon als er iemand binnenkomt, staat er meteen politie. Zo. Nou, slaap lekker. Slaap lekker. Waar is Beer? Die is al naar huis. Oh, die is al naar huis. Oké, ik ga slapen. Tot morgen, G. Tot morgen. Later. Later. Yo, goedemorgen. Het is inmiddels de volgende dag. En Gino en ik hebben heel veel lol gehad bij de paarden gisteravond. Onze TikTok doet het ook heel goed. Volgens mij zit hij al op de 20.000 views. En iedereen heel erg bedankt voor alle leuke reacties. Ik ga nu eventjes slobber maken voor Yves. En ik had altijd slobber, maar daar zat heel veel suiker in. En daar werden ze altijd een beetje dik van. Dus Yves mocht nooit meer slobben, want Yves wordt heel snel dik. En George ook. Alleen dit is slobben van Hartog. En die is dus geweldig. Er hoeft niet per se water in, maar dat vind ik altijd heel lekker in de winter. Dat het,
een lekker warm papje is. Ik heb net op Yves gereden, dus Yves krijgt het al. Voor George heb ik het klaargezet. Die krijgt het zo meteen na het rijden. Ze vinden het helemaal geweldig. Maar hier zitten zoveel stoffen in die heel erg goed zijn voor een paard als je ze getraind hebt. Dus deze slobber is echt voor als je je paard lekker getraind hebt, flink galoppeert. En ik ga het nu eventjes aan Yves geven. Moet heel stil zijn dat George het nog niet hoort, want die wordt jaloers. Maar Yves gaat het helemaal geweldig vinden. Hey Yvie! Oh, dit is erg. George kijkt ook. Yves, kijk eens. Slobber omdat je het zo goed gedaan hebt. Oh, we gaan George ook wel een beetje geven. Klein beetje voor George overhouden erin. Oh, kijk hem. Hij vindt het zo lekker. Oké, George wordt gek. Oh ja. Kom, geef het wel aan van George ook. Ja, sorry George. Ik weet, hier kan je niet tegen, hè? Dit is echt zijn lievelingsgerecht. Kijk eens. Ja, hij gaat het meteen opeten. Yves is lekker de slobber aan het opeten. Ik ga George opzadelen en ik ga zo meteen rijden. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Vond je nou leuk? Doe dan even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En tot volgende week. Oh, ik hoor George nog in de kaai, jaloers. Yo allemaal, jullie kennen natuurlijk allemaal de fanclub die we hebben. En als je lid wordt van de fanclub, dan krijgen we binnenkort iets heel erg gaafs, iets nieuws. Een geheime Instagram pagina waar alleen jij als fanclublid op kunt. Ons andere kanaal blijft natuurlijk gewoon bestaan op Instagram. Je krijgt elk jaar krijg je een speldje. Je krijgt voorrang bij meet and greet. Dus als er een rij is van 4 uur, alle fanclubleden mogen eerst. Dat is super cool. En je mag altijd als eerst kaartjes kopen voor fandagen die altijd uitverkocht zijn. We gaan dit jaar iets nieuws doen, iets speciaals. We gaan een VIP fanclub lanceren. En van die VIP fanclub kunnen elk jaar maar 200 mensen lid worden. Dus er zit een limiet op, want we krijgen namelijk iets heel erg tofs bij die fanclub. De volgende dingen, let op. Als je lid wordt van de VIP fanclub, krijg je elk jaar een limited edition trui. Die krijg je er gewoon gratis bij omdat je lid bent. Vervolgens hebben we elk jaar een meet and greet voor de VIP fanclubleden. En daarbij doen we iets heel erg gaafs. Daar zit een fotoshoot bij met één van onze paarden. Dus misschien wel met Yves of met Halloween, sowieso met Ezra en mij. En je mag één begeleider meenemen. Maar je hebt dus elk jaar automatisch zekerheid dat je met ons en de paarden op de foto gaat. Sowieso krijg je altijd 10% korting op de webshop. En als je jarig bent, krijg je een speciale boodschap met jouw naam van mij en Ezra. En sowieso krijg je natuurlijk gewoon alle andere dingen die erbij zitten bij de normale fanclub er ook bij. Nou, dit was het voor nu. Binnenkort meer nieuws hierover wanneer we het gaan lanceren. Dan ga ik samen met Esther een hele gaaf video voor opnemen. Doei!